En ik loop hier allemaal voor appels heen en ik struikel, maar dat maakt niks uit. Ik pak er even mijn arm over en ik weet nog steeds wat ik kan zeggen. Mijn naam is Dave Ruimakers en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een dagje vloggen, want ik ga jullie namelijk meenemen naar een filmavontuur van mij. Ik ga namelijk voor mijn tweede kanaal, De Tilburgse Mannen, een korte video opnemen bij de uilenopvang in Culemborg. En ik ga voor jullie vandaag een dagje meenemen, dus ik zou zeggen, let's go! Zoals ik jullie net al vertelde, belooft vandaag een bijzondere dag te gaan worden. Ik ga namelijk een aantal vragen beantwoorden die ik van kijkers heb gekregen over uilen. Dus ik ben hier vandaag in Culemborg met een aantal valkeniers en een aantal uilen hier achter me. En zeggen ja, stel je mij even voor. Hoi, ik ben Petra. Hoi, ik ben Sylvia. Hoi, ik ben Menno. En ik ben Willem. En ik ben Roland. Ja, en zoals jullie zien zijn we natuurlijk niet alleen, maar zijn ook een aantal uilen meegenomen. En we gaan vandaag dus een aantal vragen beantwoorden over die uilen. Wil je meer weten? Kijk dan even onderaan de videobeschrijving. Daar vind je een linkje naar mijn tweede kanaal, De Tilburgse Mannen, waar deze video's op komen te staan. Mijn naam is Levi en leuk dat jullie kijken naar deze video op het kanaal Tilburgse Mannen. In deze nieuwe serie zullen we vragen gaan beantwoorden van kinderen. Met vandaag de vraag van Lola. En Lola vraagt zich af, waarom kunnen uilen eigenlijk hun hoofd helemaal ronddraaien? Zoals jullie net hebben kunnen zien, hebben we al opnames gedaan. En ik loop hier al voor appels heen en ik struikel, maar dat maakt niks uit. Ik pak er even mijn arm over en ik weet nog steeds wat ik kan zeggen. Ik weet het niet. Zeg gewoon doei. Doei. Nee, wel Brabant. Houdoe. Oh ja. Houdoe. Zoals jullie hebben gezien, hebben we net de opnames gehad. En hier achteraan lopen er twee uilen. En vond je het ook leuk? Zeker. Ja, zeker. Nou, ik zou zeggen, de opnames waren leuk. En het linkje komt hier onderaan in de videobeschrijving staan. Ik ga op weg naar huis toe en ik zie jullie zo meteen weer. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis aangekomen en de opnames gingen ontzettend goed. Wil je nu zelf meer weten over deze valkeniers? Kijk dan even in de videobeschrijving. Daar vind je een linkje naar hun Facebookpagina. De laatste tijd heb ik van een aantal kijkers de vraag gekregen of ik ook zelf huisdieren heb. En dat heb ik zeker. Ik heb nou een vissen en ik heb ook een slang. En nee, niet een thuisslang, maar een echte Afrikaanse koningspietel. Ik heb er hier allemaal handen en dit is ze. Ik heb er geen naam gegeven. Ik geef mijn dieren niet echt namen. Het is een koningspython en heel veel mensen denken bij koningspitons en sowieso bij pitons dat het gevaarlijke dieren zijn. Maar het valt eigenlijk wel mee, zoals je ziet, kan hij rustig in mijn handen houden zonder dat er iets zal gaan gebeuren. Het zijn alleen nieuwsgierige dieren, maar je komt ze vaak in Afrika tegen in de dichte grotten. Hij is op dit moment dus een vrouwtje en ze is op dit moment ongeveer 1 meter, 1,5 meter lang. Het is eigenlijk een rustige slang zoals je kunt zien. Ze doet eigenlijk helemaal niks en het zijn wurgslangen. Dus geen gifslang, maar ze doodt de prooi door middel van te wurgen. Nou, ze kruipt hier nou even rond. En zoals je ziet, er gebeurt helemaal niks. Ik kan er gewoon vastpakken. En zolang ik er gewoon goed ondersteun, zal ze ook gewoon op mijn hand blijven zitten. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet zeker even een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren op dit kanaal hier beneden. En heb je nou zelf een vraag voor mij of bijvoorbeeld over mijn slang? Laat jouw vraag hier dan onderaan in de reactie achter. En wie weet komt jouw vraag in de volgende Q&A voor video voorbij. Nogmaals, vond je de video leuk? Doe dan je blauw duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. En zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Tot de volgende keer! Ik ben Sylvia, Petra.